de grootste frustraties van de reizigers is dat zij moeten staan, met name in de spits. Ook nu, zo direct als mensen weer naar huis gaan, hebben heel veel treinreizigers last van overvolle treinen. En omdat er maar één trein per half uur gaat, en vroeger gingen er 4 treinen in het uur. Er zijn al maatregelen genomen in januari. Wat hebben we daarvan gezien? Nou, eigenlijk wat we ervan hebben gezien is dat de NS langere treinen heeft ingezet. Dat kun je ook zien straks aan de vorm van de trein. Maar ondanks die langere treinen moeten toch heel veel forensen staan. En ja, dat is niet de bedoeling. In totaliteit hebben meer dan 2100 mensen hebben de petitie getekend. En hoe hopen jullie dat de regio-directeur zometeen gaat reageren? Nou, ik hoop dat hij in ieder geval heel enthousiast is over het feit dat zoveel mensen hebben gereageerd op de petitie. En dat ze zeg maar, de treintijden weer terug willen naar de oude regeling. En dat hij eigenlijk een toezegging zou willen doen om er goed naar te kijken. Dan wel meteen zegt van ja, we gaan het toch aanpassen. Waardoor eigenlijk onze petitie heeft bijgedragen bij het herstel van de dienstregeling. Met deze wil ik u de petitie graag aanbieden. Oké, dank u wel. In januari heeft u ook al maatregelen genomen. Die zijn nog niet, die werkten niet. Gaan deze wel werken, denkt u? De maatregelen die we in januari hebben toegezegd, die zijn wij vanaf februari gaan uitvoeren. Daar zie je ook inderdaad effect van. Er is minder vertraging op de lijn, waardoor de treinen die naar Hoorn-Kersenbogen rijden, daar ook daadwerkelijk heen rijden en stoppen. Maar de reizigers en reizigervereniging Rover, die waren nog wel boos. Die zijn nog steeds niet helemaal tevreden en dat klopt ook. Wij zien ook dat het nog beter kan en wij willen ook dat het beter wordt. En daarom zullen we ook de treinen zodanig plannen dat ze vanaf de zomer langer zijn en daarmee ook meer comfort bieden aan de reizigers.